verhitte gemoederen vandaag bij de hoofdkazerne van de brandweer aan de Gemenelandsweg. En dat zou u in beeld moeten zien. Enkele leden toonden minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie hun kapotte schoeisel en oude werkjassen en verzochten hem zo spoedig mogelijk te werken aan vervanging. Bestuursleden van de bond drukten de minister ook op het hart om te werken aan een goedkeuring van dispensatieaanvragen om een algemene ledenvergadering te kunnen organiseren. De vergadering is bedoeld om een nieuw bondsbestuur aan te wijzen. Is harmonie. Toch? Waarom? Omdat nu, kijk, als u zo begint, dan kan ik weggaan. Ik heb gepland dat ik vrijdag aanstaande een bezoek breng aan de brandweer. Er is erom gevraagd en ik heb besloten dat ik vrijdag aanstaande hier kom en dat ik de leden, de werkers, de werknemers bij de brandweer, dat ik ze een bezoek met, heb en dat ik alles ga aanhoren wat hun uitdagingen zijn. Ik zie mensen met papieren, petities, ik weet het niet. Houdt u even aan, we komen zo bij u. Maar dat is het, toch? Het is niet dat we niet werken, niet willen werken, dat we de uitdagingen niet zien. Ze zijn veel, ik onderken dat en we willen aan oplossingen werken, samen met u. Ik wil harmonie en rust binnen de organisatie en ben bereid te luisteren en te werken aan alles dat wordt aangehaald, beloofde Amoxie. De minister wil werken aan de aanpak van de problemen en gaat vrijdag weer aan tafel met de groep. Want wij gaan ervoor zorgen dat wij zeggen, we willen meneer Sida of niet, ja. Of we willen meneer Panka niet, want dat kan ook. Het kan dat meneer Panka ook niet willen. Maar wij zijn de leden van de bond, wij hebben het hoogste woord, de algemene ledenvergadering heeft het hoogste woord. En als wij besluiten dat de heer Seedorf na die vergadering, als we besluiten dat de heer Seedorf ons niet meer mag vertegenwoordigen, dan hoop ik dat u daarvoor ook respect heeft. Er is onrust, toch? Er is onrust, er is ontevredenheid. En u ziet het ook, die leden geven aan, weet je, schoeisel ontbreekt, uniformen. Werkmaterialen, PSU, die ze moeten gebruiken. En ik denk dat ik als minister moet ik echt aandacht daaraan besteden. Ik sta niet alleen, er is een hele RVM achter mij. En deze problemen moeten ze gewoon aanpakken. De minister vertelde aan journalisten dat hij tijd heeft vrijgemaakt om de leden aan te horen, omdat hij ervan bewust is dat er enorme onrust heerst binnen de organisatie. Amoxie is van mening dat er nu een oplossing moet komen omdat de brandweerlieden reeds voor het aantreden van de huidige regering klagen over de gang van zaken binnen de organisatie.